Een hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb een nacht gehad. Zoals ik wel ook een nacht heb gehad. Maar dit sloeg even in. Ja, Crash 30.0 noemen we dat. Wauw. Maar goed, laat ik daar maar niet te veel op ingaan. Is niet goed voor me. En voor jullie ook niet. Maar goed, ik ga als tweede weer mijn dingen doen. Daarna ga ik nog even wat administratie wegwerken. En daarna heb ik en mijn man besloten dat ik mijn nest instap en alles lekker verder de tering laat krijgen. Dus, of er veel gevlogd wordt vandaag, ik kan niet weten. Ik ga mijn best doen. Ja, even mijn medicijnen nemen. En echt zin om aan te kleden had ik ook niet. Oh, ik ben niet scherp. Wel scherp. Nee, in ieder geval een zwart truitje, spijkerbroek, kut crocs. Maar ik ga nu mijn gimp aantrekken. Bye. Nee, we gaan even een Oké, ik heb de vlog geopend vanmorgen en daar is ook alles mee gezegd. Ja, we gaan liggen en lampje uit. Echt lampje overlicht. Lampje uit. Ik heb al mijn eten klaar staan maken, want ik eet weer een meal met kip. Want ik moet gewoon mijn groentjes hebben. De rest wil pizza eten, dus lekker makkelijk. Maar goed. Niet veel vloggen en zo. Ik voel me gewoon moe. Zeg Florie. Dus, ik ga het even een crackertje nemen en dan ga ik even chillen. Een rasje komt ook zo thuis, want die was vroeg thuis. Zien we eruit, moeders. Zo, vrachtwagentje gehad. Maar goed. Bye bye. Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend, 8 uur. Crashnacht nummer 3 ondertussen. Ik goed naar de tering zijn, om het zo maar even grof te zeggen. En we gaan het even anders aanpakken. Omdat er toch niet veel gevlogd wordt. Omdat ik gewoon niet veel kan doen. En ook niet echt veel zin heb. Ga ik gewoon even de storytimes mengen in de vlog. Dus ik ga dadelijk als ik klaar ben met alles een heel veel verhaal houden. Ook leuk een keer toch? Hoop ik, denk ik. Is niet leuk, vind ik, moet ik me even zeggen. Dus, maar goed. Ik ga nu eerst eventjes mijn dingetjes doen. En de huisarts komt ook dadelijk. Dus dat is wel fijn. Echt fucking mijn haarverf, jongens. Maar goed. Ik ga even mijn dingen doen. Zo, ondertussen is de huisarts al langs geweest. En heb ik even geluncht. Dat was niet zo lekker. Nou ja. Ik had sushi, maar... Nee. Maar metingen waren verder allemaal goed, dus ja. Ze weten het even weer niet meer. Maar goed, ik ga het zo even mijn wasje uit het droog halen en dan ga ik het eten voorbereiden. Want Niel eet niet thuis, maar ik eet wat anders. De Rone Ras. En dat van Rone Ras vergt nogal wat tijd. Dus dat ga ik maar even maken zo. Ik had in ieder geval klaar. Dan kan ik nog heel eventjes lekker chillen. Even lekker zen. Ik wil nog even onder de zonnebank. Maar ik heb geen zin. Gewoon te moe om eigen uit te kleden. Echt waar. Maar goed. Ik ga even mijn ijskoffie op drinken. Wat trek in. Zo. Ondertussen al de keuken verbouwd. Want ik denk ik moet... Nou, ik moet. Ik had natuurlijk gezegd van ik zou storytime in de vlog zetten. Omdat ik niet veel te vlog heb. Dus waarom niet lekker ouwe hoeren en tegelijkertijd mijn eten klaarmaken. Want anders komt er weer niks van. Keuzes, keuzes, keuzes. Maar goed, storytime. Er is heel veel vraag naar geweest.
En mensen hadden ook onderwerpen gevraagd. Van weet je wel, van kan je het niet daarover hebben? Of kan je het niet daarover hebben? Dat kan. En ik had er al een paar opgenomen. Maar wat ik al eerder had gezegd, van het was niet naar mijn zin. En als iets niet naar mijn zin is, dan geef ik het ook niet vrij. Eigenwijs. Maar goed. We zullen het vandaag over hebben. Mensen zijn super nieuwsgierig naar Ronald. En zelfs vragen, mailtjes en ook in comments van YouTube van... Heeft u een man? Want heel veel mensen denken gewoon dat ik een alleenstaande moeder ben. Nou, nee. Ik ben al 14 jaar getrouwd. Zo, time flies when you're having fun. Ik maak dat gein over, weet je wel. Van, ja, 14 jaar getrouwd, we kennen elkaar 22 jaar. Ja, ik heb de bon niet meer, dus ik moet eraan vast blijven zitten. Oh nee. Ik heb Roontje leren kennen in eind 93. Heb ik hem leren kennen, maar hij kende mij nog niet. Ken je dat? Ik ging altijd met mijn vriendin naar de discotheek Locomotion in Zoetermeer. En daar zagen we hem staan. Ik en mijn vriendin. En mijn vriendin vond hem toen ook wel leuk. Nou, dan ga je rondjes lopen, rondjes lopen, rondjes lopen. En op een gegeven moment ging mijn vriendin daarop toe. Ja, ik heb de groeten van die en die. Ja, wie is dat dan? Ja, ze staat daar en daar. Nou, ik was natuurlijk al lang weg. Zo'n rode boei, kakkaart. En dat hebben we volgehouden tot 94. Ja. En het was het 18 februari 94. Dat weet ik nog wel. Het was één dag voor mijn moeder de verjaardag. Ik stond ineens achter me in de discotheek. Zeg het eens. Poef, zo'n hoofd. Zo. Ik was er heel verlegen en zo, weet je wel. Ik zeg, zeg het eens. Ja, nou, hoi, leuk. Nou, gezellig praten, drankje doen. Ja, van het een kwam het ander. En ze heeft ons thuis gebracht. En ja, want om liter kwam mijn moeder me altijd halen. En toen had mijn moeder geweld. Ik zeg, mam, ze worden thuis gebracht. Nou, daar was mijn moeder natuurlijk helemaal niet blij mee. Dus ja, die denk ook, meiden in de vreemde auto en, maar goed. Zo heb ik Roontje leren kennen in de discotheek. Nou, je kennen, we kennen elkaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Ja, van gezicht, maar een bakkie bakken verder niet. Dus we moesten elkaar nog leren kennen. Maar goed, daar heb ik geen spijt van. Want ja, hij had zijn momenten en ik had mijn momenten. Dus ja. Ja, en eigenlijk sindsdien zijn we niet meer van elkaar zijde afgeweken, om het zo maar te zeggen. Dus ja. Even kijken, want het was 18 februari. En in 98 zijn we dan samen gaan wonen, maar dat was niet gepland, dat was gewoon... Ja, gedwongen, ja, gedwongen. Jezus, dit is een heel lelijk woord wat ik nou zeg. Maar mijn moeder overleed natuurlijk in 98. En ik moest het huis uit, want ik stond niet op het huurcontract. Ja, lullig. Dus, en toen zei hij van, nou ja, dan kom ik gelijk bij je intrekken. Nou, oké. Okay. Zo gezegd, zo gedaan. En, ja. Daarna hebben we een huisje gekregen in Delft. Twee kamerfletjes. En toen van Lievelee kregen we deze eensgezinswoning. Ja. Zo heb ik Roontje eigenlijk leren kennen. Ja. Ja. En toen in november 2002 kwam ik erachter dat ik zwanger was. Maar Roon heeft altijd gezegd, ik hoef niet te trouwen, ik wil niet trouwen. En als ik trouw, trouw ik op mijn gimpen. Ron is geen pakkenman en geen net een schoenen man. Ron is een bouwvakker. Maar goed, ik kwam er dus achter dat ik zwanger was in 2002. Ja, toen vond hij toch wel belangrijk, zeg maar, dat iets op papier stond. Vast kindjes zouden komen. Dus zouden we uiteindelijk toch besloten te gaan trouwen. Ja, iedereen zijn bek viel open natuurlijk van jullie trouwen, er is helemaal geen type voor en nee, nou ja goed, toch gedaan. Bijna op zijn gimpen, bijna. Hij heeft wel net de schoenen gekocht,
Maar we hadden geen, of ik had geen jurk, want ik was hoogzwanger. 7,5 maand zwanger of zo. En rood in een pak. Nou, dat gaat niet gebeuren hoor. Nee, echt niet. Dus we zijn gewoon lekker chill getrouwd. En familie en vrienden erbij. En een feestje gegeven hier zo. En ja, gewoon chill. Echt een rode race stijl. Wat ik achteraf wel jammer vind, want ik had toch wel een jurk gewild. Nee, dat wil ik niet. Maar goed, ik ga nou niet meer trouwen natuurlijk. Ik ben al getrouwd. Ja, ik kan opnieuw trouwen. Maar nee, al die poespas. Al die circus. Nee, dat hoeft voor mij niet meer. Dus. Ja, en in 2003, in juli, kwam Nio. Ja, toen waren we een gezinnetje. En we zijn getrouwd op zijn verjaardag, 26 mei. Gaat hij niet op zijn verjaardag trouwen? Ja, ten eerste, hij kan het nooit vergeten. Ja, en mocht hij een keer gaan scheiden, heb hij de meest vreselijke verjaardag ever. Of niet. Dus, nee, vond ik wel een leuke datum. 26 mei 2003. Dus ja, ja. En iedereen van, ja, waarom zien we Roon nooit? Nou ja, Roon houdt gewoon niet van social media. Absoluut niet. Ja, hij heeft een Instagram account, maar sporadisch post hij daar iets. Hij wil er gewoon niks mee te maken hebben. En hij heeft sowieso een pestpleuris hekel aan foto's. Ook met zijn kinderen houdt hij ook niet van. En nou helemaal niet, want die meiden hebben Snapchat natuurlijk. En dan weet hij het alweer van, ja, als ik een foto met die meiden maak, dan staat mijn kop dadelijk op Snapchat met een of ander belachelijk filter. Super fun. Nou ja, hij houdt er gewoon niet van. Simpel zat. Er staan wel wat foto's op de site van hem. Maar er zijn eigenlijk nooit verder nieuwe foto's bijgekomen. Hij wil het gewoon niet. Nou ja, goed, en dat respecteren we. En dat is het idem dito in een vlog ook. Hij wil gewoon niet met zijn traiter in een vlog. Nou, klaar. Net als met die doku die we met vrouw.nl aan het maken zijn. Roon komt niet in beeld. Nou, dat hebben we gewoon afgesproken. Ja. Dus ja, terwijl zo hoogmoeders hun kindjes niet op het internet zetten, zo wil Roon ook niet op het internet, zeg maar. Dus ja, maar ik ben dus geen alleenstaande moeder. Ik heb gewoon een partner. Mijn maatje, mijn kameraadje, mijn soulmate. En ja, ik kan niet scheiden of pissen buiten hem. En ja, we hebben ook ruzie, ja. Maar dat heb ik ook stel, toch? En het is alleen maar gezond, denk ik dan. Een beetje elkaar de hersens inslaat, dat scheelt basisfractuur, maar dat gebeurt hier niet. Wij zijn gewoon echt jut en jul. Echt jut en jul. Voelen elkaar precies aan. En hij steunt me waar hij me steunen kan. En ja, hij is heel bot voor me. Maar ja, goed, dat heb ik wel nodig. Want ik moet ook wel eens gewoon op mijn punten gezet worden. Simpel zat. Ja, voor de meiden is hij gewoon super. Hij is echt een voetbalpapa. Terwijl hij eerst helemaal niet van voetbal hield, om het zo maar te zeggen. Maar ja, sinds zijn dochter voetbalt is hij helemaal... into the soccer. Zegt dat goed? Dus ja. En verder is het gewoon een hele fijne vent. En degene die hem wel kennen. Ja. Die weet hoe Roon is. Onze bouwvakker. Dus zo te doen. Dat is het verhaal tussen mij en Roontje. Ja. Vraag me eens af. Zijn jullie getrouwd? Of hebben jullie een vriend? Of een relatie? Of... Stellen jullie daar eens wat meer over? En ik stel deze vraag elke keer. Ook jullie hebben andere vragen in de vlog ook. Want jullie kennen mij, maar ik ken jullie niet. Snap je? Ja, moet ik ook wel eens weten wat voor kijkers ik in de Kuip heb. Ja, dat wil ik. Ja, wat kan ik er meer over Roon vertellen? Nou, ik heb geen, ja, niet echt, ja, hobby's. Sequoia-corpus natuurlijk. En ja, hij is eigenlijk nooit ziek. En als hij ziek is, is hij echt goed, goed ziek. Wauw. Oef. Maar goed, dat gebeurt gelukkig ook niet vaak. Hij is altijd keihard aan het werk. Hard voor weinig, altijd zagrijnig, zegt hij. En toen sloeg mijn camera uit. Fijn. Wat wil ik zeggen? Volgende storytime doe ik denk ik gewoon in de volgende vlog, denk ik. Want anders krijg je ineens TMI. En ik vind één storytime per keer wel zat, toch? Ja. Staan we te doen reeds? Nee, is dat paprika te hakken en zo? Van mij heb ik niet mijn poten gesneden dit keer. Kneus. Dus, ik eet de pasta, hè.
die pasta. En Rantje en Ras eten macaroni met kip en Babi Pangangsaus. Vinden ze lekkerder dan met rijst? Nou ja, prima, vreet je dat lekker. Maar het vergt wel even enige voorbereiding. Dus dat ga ik nu even doen en dan zie ik jullie later weer. Zo, ik ga vlog even afsluiten. Ik ga even lekker douchen en ik ga mijn bed in. Dikke ben de moe. Je zult zien ook. Dus ik zie jullie morgen. Doei. Een hele goede middag. Het is vrijdag, 12 uur. En ja, ik ben uit bed. Vraag niet hoe. Ik heb gisternacht 4 gehad nu. Ik ben er even klaar mee. En we crashen hem gewoon nog even keihard door. Dus niet veel vloggen. Ik ga wachten op mijn kind thuis komt. Dan ga ik mee lunchen en daarna ga ik mijn bedje weer in. Ik denk dat dat even het beste is voor deze meid. Dus. Ja. Wel kut man. Het zon schijnt. Het is gewoon echt lekker weer buiten. Maar ja, het zal niet veel van meekrijgen. Dus. Ik ga lunchen. Nou ja, proberen. Huidige status van Pampers op de bank. Kind. Hoi. Hoi. Ankel laai wijvendag, hè? Ja. Oh, mijn touwtje is in beeld. Oh, sexy touwtje. What the fuck is er sexy aan touwtje dan? Is toch gewoon lekker, is het touwtje. Hoezo kijk je zo? Ja. Ik heb een antwoord te verzinnen op jouw stommiteiten. Oh. Als we morgen bij de bakker hè, en dan hoor je gewoon, goh, reeds het ziet er goed uit. Maar de slaag, goh, reeds het ziet er goed uit. En dan zeg je, ja, dankjewel, dankjewel. Moet dan liegen of zo? Ziet er misschien wel wat voller uit, maar het lichaam is helemaal de kloot. Mijn gezicht is wel wat voller. Maar ik keek vanmorgen naar mijn beentjes. Ik denk, benen? Wat is dat? Ik heb geen benen meer. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want ik heb totaal geen zin in. Toch, gas? Wat? Niks. Dat ik hele dikke benen heb. Ja. Ja, hè? Nou, een dikke reet. Ik heb worstenbeentjes. Wat zeg je? Ik heb worstenbeentjes. Heb jij worstenbeentjes? Ja. Je hebt een worstenoog ook. Je bent niet goed bij je hoofd. Je hebt mooie benen, jij. Je hebt mooie lange benen. Sexy motherfucker! Nee, draai me weer de camera. Hè? Draai me weer die camera naar jou. Je hebt mooie benen. Ras heeft mooie benen. Ja. Gewoon normale benen. Ik zit te brainstormen waar die crashes vandaan komen. Oké, ik ben 4 dagen weer vis aan het eten, maar ik drink ook elke dag een kop verse gemberthee. Maar ik heb ook weer te veel gehakt gegeten. Dus vandaag heb ik dan geen gehakt, wel gemberthee en vis. Kijk wat er gebeurt. Tik tak, tik tak. Ik kan niet lang met je praten. Dus. Mijn ogen zijn al een beetje dik. Maar we zitten ook te denken dat het komt aan de verwarming die aanstaat in de slaapkamer. Hier staat nooit de kachel aan. Nee, is de kachel aan. Als er een kachel aan staat, dan flipt Ron hem. Of ik. Of mogen. Nee, jij niet. Dus in jou ligt het die kachel op 10. Helemaal niet. Dan moet je wel hier wezen. Dus. Wat zou ik nu vertellen? Ik weet het niet meer. Dat zou wel geloof zijn. Hè? Het is bijna weekend. Het is al weekend. Nee, want je vader en je zus zijn nog niet. Ja, maar ik heb al weekend. Jij hebt al weekend, ja. Dus, heb jij wat te vertellen, Ras? Nee. Nee? Geen ijshockey vanavond, hè? Hoe kut is dat? Heel kut. Iedereen ging me vragen, ga je nog vanavond weg? Ik zeg, nee, is geen ijs. Ik zeg, maar. Je bent er altijd bij. Waar spelen ze nou dan? Nijmegen. Zo, nee, daar rijd ik niet even heen. Even een rietje Nijmegen. Nee, dat doe ik niet. Nee, 4 februari is de bekerfinale. Daar hebben we zin in. Dus.
Ja, oh, dan krijg ik het heel koud. Ik zou maar een uurtje proberen te slapen. Of zo. Ik wou mijn nagels nog lakken, maar die heb ik gisteren gewoon afgeknipt. Want die waren aan het splijten en aan het barsten en aan het doen en alles is droog en... Gewoon fucked up. Dus... Ja. Oké, verveel. Ik ga het even zenmodus om. Met die meid. Doei. Zeker. Verfilmen. Ja, de gast is er niet nieuws boven. Oh. En Groentje komt dadelijk thuis. Maar ik film. Ik denk, nou, dan pakken we de camera er maar weer bij. Dan ga ik jullie maar vervelen. Dus nee. Het is nog lekker lang licht. Het is half zes of zo. Lekker man. Laat maar weer gauw voorjaar worden. Och, ik kan niet wachten. Dus, hey, maar wat ik wel leuk vond, ligt gewoon een paaseitje in de winkel. Oh. Niet goed. Ik had zo'n mega zak gekocht en die is nu al voor de helft leeg. Foute shit. Dus. Maar goed. Natuurlijk zo gek van paaseitjes. Het is niet leuk om ze hier te kopen, weet je wel. Want als ik hier op tafel zet, uurtjes weg. En dan zie ik wel eens bij mijn vrienden en kennissen, zie ik dan zo'n glazen pot op tafel staan met snoepjes en dropjes erin. En dan denk ik, hoe krijgen jullie het voor elkaar om dat gewoon zo lang erin te laten zitten? Dat lukt hier echt niet. Maar goed. Ja, ik hoop dat ik me morgen wel beter voel, want ik wil even lekker mijn rasthoort op. Ja, even lekkertjes. Quality time. Dus, zien we eruit weer, joh. Beetje vochtverlies gehad. Maar goed. Wordt al gewerkt. Dus, nou, ik ga hem weer verder vervelen en wachten. Die bal op tafel, die kaarsen. Ik vind ze zonde om ze aan te steken. Maar ja, waarom koop je ze dan? Toch? En daar irriteer ik me ook maatloos aan. Die shitload flesjes parood. Maar ja, alle kasten staan vol, dus het is niet anders. Zeker. Ik ga ze proberen. Ik had toch gegeten, maar ja, nee, daar hebben we het verder maar niet over. Ik heb honger, dus we gaan dit proberen. Ik ben benieuwd. En ik ga de vlog afsluiten. Wacht. Het is echt super laat. Nou, voor mij is het super laat. Bij 8:30 of zo. En ik moet mijn bek nog wassen. En blablabla. Dus. Ja. Morgen. Nou, niet veel op de planning. We gaan even met Roon een nieuwe werkschoen halen. En een nieuwe werkbroek, want dat heeft hij nodig. Dus dat willen we morgenochtend even doen. En gewoon even de boodschapjes. En verder zien we het wel. Dus. Ik hoop in ieder geval dat ik even iets langer slaap vannacht. Ik kan gewoon wallen, zie je? Fuck. Ja, breekt ik hierop natuurlijk. En hoe ouder je wordt, hoe lastiger het wordt, dat kan ik je wel vertellen. Dus, ik heb het nu al lichtelijk benauwd van wat gaat me dadelijk weer overkomen. Maar moet ik eigenlijk helemaal niet aan denken, weet ik ook wel, maar toch. Ik zet me eigenlijk liever altijd even schrap van tevoren. Dus, maar goed. Maar weer gewassen, zit weer niet. Die vorige keer ook al over te zeiken. Maar goed, hey, ik zie jullie morgen. Doei. Een hele goede morgen. Het is zaterdag bij 9 uur. En we zijn wakker. Nou ja, nog steeds wakker. En mijn nachtgas? Nee, daar gaan we het ook niet over hebben verder. Ik ga mijn essentjes doen, boodschapjes halen en daarna even met mijn hubby de hort op. Ja, even kijken voor nieuwe werkspullen. Yes. Zin in? Nee. Nee, goed. Moet ook gebeuren, zijn belangrijke dingen. Het is kut weer. Het is wel droog, maar... Oh, mijn tuin ziet eruit. Oh. Halleluja. Niet te doen. Maar goed. Oeh, wacht tot een beetje weer wordt en dan kunt u opruimen. Maar goed, tijd voor onze meezijnen.
En we zijn weer even bij het kruidvat geweest, dus we kunnen weer lakken. En ja, ik zal er weer een artikel over schrijven. En volgens mij is dit helemaal kut, die highlighter. Er zit niet echt veel glans in, maar goed, ik moet nog testen. Dus, tikje op de bank. Yo, ben je luie wijfdag vandaag? Ja, hè? Ja, hè? Ik zal niet inzoomen, ik ben niet zo vervelend zoals jij dat altijd doet. Als je vindt dat het super leuk als we live zijn op Instagram om de moeder in te zoomen. Leuk, hè? Ik zit nog bij. Kut puber. Nah. Dat is echt werkelijk de liefste puber op heel de aarde. Ik heb fucking koude handen. Koude handen, hè? Ik zeg, we gaan mijn nagels lakken met mijn nieuwe lakjes. Welke nagels? Yo! Ik heb warm handjes, hè? Warm handjes, ja. Ik heb hele kleine nagels. Nee, ik heb helemaal niet meer. Ik heb mijn nagels toch. Wat druk. Hé, mijn zon schijnt. Yay! Mm-hmm. En het is echt een dag vandaag van hoe kut zit je haar.nl. Die doen. Vervelend kind. Ik ga het vanavond even verven. Heb een liefste puber. Je hebt een liefste puber, maar wel met irritante streken. Dus. I love you too. Ja, dat is wel. Heb je nou wat nodig van me? Nee, ik ga mijn haar doen misschien. Ga je haar doen? Ja, ga ik ook vanavond doen. Dus. Maar goed. Ik heb verder echt niet veel te doen. De boodschapjes in huis. Rona was eten. Hamburgers. Ik eet maar weer gewoon jong met kip. Haarbal. Zo, die haarbal is hard, ja. Dus, ja, verder niet veel eigenlijk. Nee. Ik moet mijn handen niet smeren. Ben je nou weer veel aan het doen? Zie ze niet. Zal ik mijn woorden maar gewoon terugnemen van de liefste puur? Nou krijg ik een middelvinger. Niet te geloven. Echt niet te geloven. Dus. Even een ander dingetje, hè? Want dat zie ik al best van mij. Dus vorige week is dat. Was dat vorige week? Met het vrouwtje met de zuurstoftank bij de Dirk. Zuurstoftank? Ja, met die broodjes. Ja. We halen altijd croissantjes. En dan zit er zo'n tang bij die bak, weet je wel, om je croissantjes te pakken. Ik pak die tang niet beet, want iedereen pakt die tang beet. Dat is gewoon één grote bacteriebron. Of hetzelfde gaat er eens te zeiken, is door papiertje heen geschoten en pak daar in die tang, lekker fris. Dus ik pak altijd mijn broodjes met mijn handen uit die bak. Vorige week een vrouw in een rolstoel met een zuurstoftank die bleef zuigen. En hoe onhygiënisch is het wel niet? En je hebt zeker nooit wat ergs gehad en bla bla bla. Ik denk zeker nog nooit wat ergs gehad. Ik denk, what the fuck? Ik pak die tang gewoon niet bij. Klaar. Het is niet van dat ik in elk broodje te knijpen. Nee, ik pak een broodje en doe het in het zakje. Niemand die er last van heeft. Geloof me, het is echt 10 keer schoner en hygiënischer dan de tang. Maar, mijn vraag aan jullie. Pakken jullie de tang? En denk je daar nooit eens over na van een vent heeft, net als zei ik, heb ze tampeloeres in zijn handen gehad en pak daar die tang bij. Lekker. Boeh. En het tangetje valt ook nog eens op de grond, hè? Dan moet je dan denken, dus gebruik je die tang of pak je ook rechtuit uit de bak? Let me know. Toch? En ja, de verdere discussie die ik met die mevrouw heb gehad, ga ik verder niet aankaarten. Mijn god. Dus. Ja, je ligt me zo stom aan te kijken. Zat een kut op mijn voorhoofd of zo? Ja. Waar? Ja, ik zie het. Ik ga het aftekenen, ja. Ga je het aftekenen? Schoof weg, zag je dat? Ging er bijna mijn bek zeg. Dus. Ik ga maar veel drinken. En daarna ga ik mijn miljoen koken, want dat moet droog worden. Want ik kan het niet bakken. Gaat hier een vinger omhoog? Ja, ik wou even zeggen, maar dat. Nee, mijn hoofd laat zien, gewoon op jouw hoofd blijven. Ja, dag, ga niet mijn kop filmen dat jij praat. Zeg het maar. Nee, dat moest ik even alleen van jou vragen. Wat dan? Oh, dat is privé. Nee, ik gewoon. Nee, voel ik me. Hoe moet ik maar goed maken dan? Oh ja, Rachel gaat eigenlijk de haar met kleurshampoo doen.
hadden in de vorige vlog al over jee of nee, dat ik zei fucking nee. Maar ik heb niet zo'n kleurshampoo gekocht. Dat is na 4 wasbeurten eruit of zo. Je haar vochtig maken, gewoon een beetje vochtig en dan erin smeren. Dus we houden jullie op de hoogte in ieder geval. En we hebben een nieuwe haarkleur. Vind je die mooi? Nee, jij wou het. Ja, maar ik wil bruin, ik wil geen rood. Kijk dan. Ik vind wel kikken staan vast. Ja. Ja, dat is echt kikken. Leuk! Ik ga even heel zwaai doen en ik ga de vlog afsluiten. Ja, het is 4:15 pas. Maar ik heb een beetje te veel pijn. En ik ga ook verder geen reet meer doen. Ik wil mijn haar verven, maar ik denk niet dat me dat gaat lukken. Dus ik ga even met een paar pijnstillers lekker mijn bed in. En hoop dat het een beetje wegtrekt. Dus. Ja, en verder heb ik nog niet veel meer te vloggen. Dus. Morgen start ik weer een nieuwe vlog. Dus ik ga deze afsluiten. Ik denk wel dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.